Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij Erik Bogaerts Travel Channel. Leuk dat u bent, vrolijk leuk dat u naar deze video kijkt. Waarin ik u vandaag, maandag 19 augustus 2024, een harte welkom heet vanuit San Marino, een kleine staat in Italië, een dwergstaat, zo noemen ze het. Met een oppervlakte van, ja, wat ik net heb laten vertellen, 79 kilometer, dus dat is heel klein. Het is net zoiets als Liechtenstein of Andorra. Hey, Andorra, dat is dan een klein staatje in Spanje, zeg maar in de Pyrenee. En Liechtenstein, dat is een klein staatje tussen Zwitserland en Oostenrijk. Nou, dan kun je dit met vergelijken, alleen is dit nogal wat kleiner. Want daar komt 70, dus amper 80 kilometer. Maar op zich verder niets heel bijzonders. Want de taal is gewoon Italiaans en er wordt gewoon met de euro betaald. En ik heb ook niet echt een bord voorbij zien komen. Goh, we gaan nu vanaf Italië naar San Marino. Maar het is er erg mooi. Het ligt in de bergen. Althans, het gedeelte van het dorpsgedeelte, zeg maar. Want we gingen met de bus heel naar de bergen in. En dat was op zich heel mooi. Wat het weer betreft, ja, dat is wat minder. Want in Bologna was het al bewolkt en in Rimini kwam het water even het bak uit de hemel. Met pijpen geregeld, in ieder geval pijpen stelen. Maar nu is het weer droog. En als het weer radar mag geloven, dan liggen we net zo'n beetje buiten het regengebied. Wat hier net omheen gaat, zeg maar. Dus daar is tot in mijn droog. Er staat er wel iets minder warm, een graad of 1,22, maar goed, dat is ook niet zo erg na al die hitte die we gehad hebben. Nou, verder ziet het er allemaal mooi uit. En ik ga nu wat verder rondkijken. Als u dit een leuke video vindt, laat dan een like achter en abonneer kan in het midden van de rode subscribe knop rechts onderin het scherm. Mocht u willen overnachten, dan is hier bijvoorbeeld een hotel, 4 sterren hotel, Crown Hotel San Marino. En natuurlijk de diverse horeca gelegenheden. Nou, het ziet er allemaal wel goed uit, denk ik. En het schijnt, wat ik heb laten vertellen, dat je hier belastingvrij kunt winkelen. Maar goed, dat zullen we allemaal zien.
Thank you.
Spanje? Of?